Wat zijn wij blij dat ons bedrijf genomineerd is voor de meest maatschappelijk betrokken onderneming van Deventer. Ik heet u van harte welkom bij Verdorp Installaties. Wij zijn actief op het gebied van klimaatinstallaties, brandbeveiliginginstallaties, ook zwembadinstallaties. En houden ons vooral bezig met energetische vraagstukken. Met andere woorden, als u met ons zaken doet, dan kunt u ervan op aan dat uw exploitatiekosten naar beneden gaan. We zijn hier op de afdeling Klimaat en Elektrotechniek, waar we in kleine teams installaties ontwerpen, waarbij de gedachte is dat we in het ontwerp nadrukkelijk rekening houden met de gevolgen voor later. Dus het moet energiezuinig zijn, maar ook de toepassing van materialen moet dusdanig zo geselecteerd worden dat we in de toekomst weinig kosten hebben, dat het milieuvriendelijk is en lang meegaat. Ja, beste mensen, we zijn hier op de afdeling Zwembaden. Wij hebben dit bedrijf overgenomen omdat in de zwembadenwereld de exploitatiekosten vaak overschreden worden op het gebied van energieprestaties. En juist daar ligt onze expertise en daar kunnen we voor onze opdrachtgevers veel betekenen. Dit is mijn collega Erik. Erik maakt regelpanelen. Deze regelpanelen zijn het hart van installaties. Met andere woorden, hier kunnen wij ook op afstand gebouwen beheren en met name aansturen op het klimaat, comfort, ja. En het energieverbruik. Het feit dat je als ondernemer al geselecteerd wordt voor maatschappelijk betrokken ondernemer is natuurlijk al bijzonder. Wij doen het dichtbij, althans dat vinden we normaal dat we doen. Eén, ons fatsoen is meer dan een kilo regels. Dat is met woonbedrijf iedereen in de Salcon, het onderhoud van woningen. Maar ver weg hebben we een vakschool in Oeganda. De foto rechts van mij is daar getuige van, waarbij wij zoveel mensen in dienst hebben, zoveel kinderen op de vakschool hebben zitten om straks een lokale economie te kunnen stimuleren. En dat is een mooie bijdrage van vele mensen van ons bedrijf aan een ander land die het minder heeft.